1 mei, dat betekent traditioneel de start van het bedevaartseizoen in Scherpenheuvel. Naar schatting trekken zo'n 20.000 pelgrims van ver buiten onze regio naar de Basiliekstad. Nog voor de middag komen de eerste aan, al hebben sommigen de wandelschoenen ingeruild voor een iets moderner vervoersmiddel. Wij zijn van Lille vertrokken. We hebben nu al 80 kilometer gefietst en we gaan terug naar Lille. We hebben vooral heel veel muziek geluisterd. Afgezien met onze voeten en een paar keer gestrompeld. En... We komen van Blauwberg en onze tocht is heel goed meegevallen eigenlijk. Zonder obstakels, we zijn gewoon op anderhalf uur naar hier gekomen eigenlijk. Voor veel mensen is de tocht naar Scherpenheuvel een jaarlijkse traditie. Eerst brengen ze een bezoekje aan de basiliek zelf, maar een kaarsje branden moet natuurlijk ook gebeuren. Ja, dat hoort er een beetje bij, denk ik, hè, als je naar hier wandelt, om kaarsjes te branden. Maar ik ga niet vertellen wat ik gewenst heb, hè, want dan komt dat niet uit. Ik kom een kaarsje branden voor mijn broer en ik kom pepernoten halen. En ondanks de verre tocht zien sommigen het toch nog zitten om weer naar huis te wandelen. We gaan ook nog gewoon te voet terug naar huis, ja inderdaad, ja, dat klopt. Ik ben nog fit, denk ik. Ik denk dat het wel gaat lukken. En we hebben nog een tussenstop in Diest, dus dat is ook nog eventjes rusten dan. En dan komt dat wel goed, denk ik. Gaan jullie nu ook toch te voet terug of hebben jullie vervoer voorzien? Ja, vervoer zeker.